Bollepop. Bollepop is een festival voor mensen met een beperking. En dat kan voor alles zijn. We willen het beperkt houden. We willen niet groter. Want ja, je ziet zelf ook, de locatie leent zich voor dit soort aantallen. En groter wordt alleen maar drukker en nog drukker. En voor mensen met een beperking zijn de prikkels niet altijd juist. Dus we proberen het kleinschalig te houden. Hey, en wie treden er vandaag allemaal op? We begonnen met zanger Marinus uit Beneden-Leeuwen. Die deed hier in de hal het voorprogramma. Daarna begon Alle Kleuren. Dat is een tributeband van K3. Nou, met een 11-koppige formatie was dat wel even een uitdaging op het podium. Maar het klonk fantastisch. Deed het helemaal geweldig. Daarna was Amar. Amar is de zingende Turk, noemen ze hem. Fantastisch. Op dit moment is Vincent aan het zingen. Brees die komt dadelijk nog. En het feestteam sluit weer af, zoals elk jaar. Samen bij alsof we zweven door de lucht. Het loopt een drie op wolken. Dus pak mijn hand en dans van hier tot Loneland. Vergeet de wereld als je danst met mij. Vrienden, hey. Dans jij met mij, dan dansen wij ons samen bij alsof we zweven door de lucht. Vincent, vertel, hoe was het? Fantastisch. Ja, dat is het beste woord. Nee, het is gewoon één groot feest. Het is gewoon liefde. Het is gewoon muziek vooral. Ja, heerlijk. En iedereen zingt mee. Hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, ik denk, wij houden allemaal van muziek. En muziek verbindt elkaar. En ik denk dat het mooiste dat er is. Ik bedoel, ik leef al mijn hele leven van de muziek. En ik ga voor de muziek. En dat merk je ook aan de gasten. Die vinden dat ook fantastisch. Ja. Het is gewoon, je zingt wat. Ze zingen het ook inderdaad allemaal mee. En de sfeer, ja, dat is... Ja, en wat is het favoriete liedje, denk je? Kijk, Dromedans is mijn grootste hit. Dus als het moment dat ik dans jij met mij, dan zingen ze het allemaal mee. Ja. Maar ik heb ook bijvoorbeeld Geluksmomentje gedaan, dat is mijn laatste nieuwe single. En ook dat, ja, dat gaat er gewoon in, dat kennen ze. En voor mij was het ook wat een heel geluksmomentje om hier te mogen zingen. Ik bedoel, toen ik het al zag in mijn agenda, van ja, dan ga ik al met een grote glimlach op podium. Hoe vind je het vandaag? Super, super, geweldig. En voor welke artiest kom jij nou? Ik kwam eerst voor de Amar, voor de K3, en voor Vincent en voor Brees. En natuurlijk het feestteam, hè, van Maas en Wal, hè, en omstreken, ja. Dan gaat het dak er denk ik helemaal vanaf, hè? Ik denk het wel. Hey, het feestteam is er al ruimschoots voordat ze gaan optreden. Waarom? Ja, waarom? Omdat wij Bollepop in drie woorden geweldig vinden. En waarom dan? Ja, waarom dan? Waarom niet, hè? Nee, ja, het is altijd zo, het voelt ook een beetje als thuiskomen. Als we hier eenmaal zijn en allemaal lieve mensen en iedereen is enthousiast. En al jaren achter elkaar komen we hier en we zijn elke keer weer trots en blij dat we hier mogen terugkomen. Ben jij niet zelf ook gewoon een van de artiesten? Nou, nee, ik ben de gastheer, maar ik ben wel iemand die graag er eventjes in de zaal in gaat en de mensen... Want ja, ik zie deze mensen één keer per jaar en dan, oh ja, hij is er weer en hij is er weer en zij is er weer. En, dus op een gegeven moment hoor je een beetje bij het meublement van Bollepop. En niet meer en niet minder. Ik bedoel, de artiesten zijn natuurlijk de echte knallers, daar komen ze voor.
Uiteindelijk zijn deze doelgroep misschien wel een stukje enthousiaster dan gemiddeld. Die komen binnen en dan is het eigenlijk het feest al begonnen. Ze hebben het feest al bij zich. En bij een ander feest zie je vaak dat mensen komen binnen en kijken een beetje chagrijnig. En die drinken dan een paar borrels en die worden steeds gezelliger. Nee, dit is gezellig vanaf moment 1. En sterker nog, wij krijgen ook wat mee van het voorgloeien van het evenement. Want mensen hebben het erover. Wij lopen hier in het dorp, wij komen uit de buurt. En dan komen mensen tegen die zeggen, hey, Bollebom, nog 3 weken, nog 10 dagen nog. Ja, daar word je heel erg enthousiast van. Volgend jaar, de 20ste keer, ga jij dan zelf ook zingen? Als daar een aanleiding voor is, of als de vraag er zou zijn, ja, dan kan ik geen enkele reden bedenken om niet te doen. Kijk, ik ben natuurlijk vooral druk altijd rond Sinterklaas. En dit valt net even iets aan de vroege kant. Dus om nu Sinterklaas te vinden, dan denk ik dat ik al te veel jongens en meiden onrustig maak. Dat denk ik ook. Hè? Want dat moeten we misschien niet willen. Ik weet nu dat er een engel op aarde bestaat. Je kunt daar zien als ze zachtjes tegen je praat.